Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Vandaag met een Limburgs tintje. Want als ik u zeg dat de chef die nu naast mij staat uit Lommel komt, dan weet de trouwe Jan-kijker dat ik het heb over Jan Tournier. Jan, welkom. Hey, hallo. Ja, ik zie dat je heel blij bent dat ik je weer mag assisteren. Fantastisch. Ik voel me schitterend. Ik ben er ook van overtuigd als je straks terug naar huis rijdt en je staat terug in de keuken van je restaurant, dat je mij heel erg hard zult missen. Ik weet dat zeker. Ja. Dat is elke keer zo. Dan weet ik graag naar hier kom. Het is even hard altijd, dat afscheid. Ja, toch wel. Wat gaan we eten? Vertel dat eens. We gaan vandaag een stukje skrei maken. Dat is vis, hè? Dat is vis. Dat lijkt op een jonge kabeljauw. Het is kabeljauw, maar een jonge versie. Wel in een heel beperkt seizoen eetbaar, hè? Of betaalbaar. Klopt. Oké. Wat gaan we daarbij geven? Verschillende structuren van aardpeer. We gaan een rauwe vorm geven. We gaan ook een geconfijte aardpeer geven. En dan gaan we ook nog aardpeer doen, de schil ervan gebruiken. En daar gaan we een crunch van maken. Het is vandaag levende aardpeer. Ja, en een jus van kaas. Een jus van kaas. Ja, dat kan niet misgaan. Allee, zeg maar, als ik je kan helpen, dan moet je het zeggen. En anders ben ik weg. Ja, ook goed. Natuurlijk kan je gelijk aan de slag zetten. Hè. Ik ga hier enkele aardperen geven. En die moeten geschild worden, veronderstel ik. Hè. Ja, hier zijn ook een hele mooie vorm. Ja, maar het zijn mooie grote aardperen. Ik heb hier al eens van die miserabele kleine aardperen. Ik vind dat in deze het beste bij u past. Waarom? Ik weet niet, het is een speciale vorm. Dank je wel. Alsjeblieft. Nee, die mogen gewoon geschild worden. Liefst met een dun chiller. Oh, kijk eens aan. Ja, maar ik moet het gewoon niet meer zeggen. Nee. Gewoon die Gert toch. Ja, dat was de dun chiller. Maar gelukkig heb ik reserve-exemplaren. Goed. Ik ben iets te omstuimig, Jan, soms. Ja. Goed. Even concentratie nu. Hè. Ja, oké. Okay. Ja. Stilte. Koken is een serieuze zaak. Dus ik heb hier enkele kleine aardpeertjes. Ik zeg niks meer, Jan. Je gaat me niet meer horen. Niets? Ik ben stil. Oké. Ik heb er enkele kleine aardpeertjes ook meegenomen. Die ga ik hier in het pannetje doen. Als ook gelijk met boter. Dus we gaan die confijten in de boter. En dat gaat een heel aangename smaak geven. Confijten wil eigenlijk zeggen? Confijten is eigenlijk een soort van, op lage temperatuur uw product... Garen eigenlijk. Hè. Je kunt dat snel doen, je kunt dat ook wat sneller, een beetje trager doen. Bijvoorbeeld geconfijte eend, om maar iets te zeggen, dat is dan eend die langzaam in vet wordt gesloten. Ja, eigenlijk wel. Nee, ik vraag het omdat we proberen ook natuurlijk nog vandaag iets op te steken. Ja, natuurlijk, dat begrijp ik. Nee, maar dat is goed. Goed, dus de aardpeertjes staan op in de boter. We gaan die boter goed laten aankleuren, zodat de hazelnootkleur krijgt. En dan gaan we die dan rustig in laten garen. Ondertussen ga ik ook al onze kaasjus beginnen te maken, want dat wordt eigenlijk onze saus van vandaag. Dus ik heb hier water, 1,5 liter heb ik genomen. En ik heb hier voor een kaas gekozen, liefst een die heel hard is. Als we zo denken, Jan, aan kaassaus, dan is dat zo de saus die we zo bij macaroni en zo, een goede bechamel met dan zo kaas erbij, maar dat is niet wat jij gaat maken? Nee, ik ga het veel gemakkelijker doen. Dat zijn allemaal oude trucjes, maar er is niks mis mee, hè, met die oude trucjes. Maar ik vind dit eigenlijk een heel goed systeem, dus ik wil het graag delen met een jamkijker. Ah, ja, maar ja, daarom zitten ze te kijken, om dingen te zien die ze nog niet hebben gezien. Voilà, daar dien ik voor. Een vuilbak. Ah, hier. En kun je misschien al een tipje van de kaassausluier lichten dan? Dat gaat dus eigenlijk ik heb gekozen voor een oud bruggenkaas. Ja. Het is eigenlijk vooral belangrijk dat je kaas hard is. Dus je kunt dat ook even goed met een pecorino of een parmesan of whatever. We kunnen dat allemaal mee maken. Ik heb me voor de opname al de hele tijd moeten inhouden of ik had heel die blok kaas al naar binnen gespeeld. Ja, ik weet het. Het was bijna om zeep. Jan heeft mij op mijn vingers moeten tikken. Hij zei, ja, maar we hebben die kaas nog nodig, zeves. Bijna heel de uitzending om zeep. Dan ben ik gestopt, tegen mijn zin. Maar er zal nog wel wat door. Ja, de kaas zal rijkelijk vloeien, Gert. Hier is ze, klein blokje. Ah, dank je wel. Alsjeblieft, jongen. Amai. Wat maakt er zoveel lawaai, Jan? Dat is die boter, of wat? Ja, dat is die boter. We gaan die tot hazelnoot laten komen. En hoe komt dat zo schuimt? Dat is boter, hè. Oké. Boter schuimt, hè. Als je het heet maakt.
Zo, ik heb hier ook kokend water. Al een beetje een dooghouden. Misschien kun je ook een beetje een dooghouden dat dat hier. Dat die boter niet overkookt of nee, dat is niet verbrand, zoals het zo zegt. Eén keer als de hazelnoot is, ga ik het vuur wat minder zetten. Ja. Want anders komt het allemaal niet zo goed. Zo, ik heb onze blokjes van kaas gesneden. Water kookt. Wat ga ik nu doen? Heel simpel. Ik ga dat water hier in doen. Je wil nu toch niet zeggen dat je gewoon die kaas in dat water gaat gooien, hè? Welk? Dat je nu gewoon die kaas in dat water gooien, of wat? Gewoon doe het nooit, hè. Voilà. Ik kan dat ding hier opzetten. Stand 1. Ik kan het een beetje voorzichtiger aanpakken. Ik kan er al wat blokjes in gooien. Dus toch, dus nu doe je gewoon, je weet toch dat je gewoon kaas bij water om toe zet. Ja, dat weet ik wel. Het kon ook zijn dat je zo even een moment had. Als het nu straks niet goed is, hè, dan. Het begint een beetje lichtbruin te worden, hè, maar nog niet. Ja, maar kijk, toch genoeg. Toch genoeg, ja. Want ene keer te vers, ja, dan is er niks meer aan te doen. Hè. Veronderstel ik. Ja, nee, eigenlijk niet. Nee. Eigenlijk niet. Je zou de eerste chef zijn waarbij het dan eens echt zou mislukken. Dat zou natuurlijk ook wel een primeur zijn. Die wil ik absoluut niet zijn. Ah, oké. Okay. Voilà, kijk eens aan. Dat komt hier goed. Ik ruik al wel lekker. Dat komt hier ook helemaal goed. Dus gewoon verder gaan. Water met kaas. Water met kaas. En dan ga ik nog een beetje op smaak brengen met zout en zo. Ja, maar dat vet, dat water, dat gaat toch vechten met elkaar, of niet? Of is het daarom dat het zo'n oude, harde kaas moet zijn? En wel, de reden weet ik eigenlijk niet, maar ik heb het thuis geprobeerd. En je gaat spits zien dat het gewoon heel lekker gaat zijn. En zo'n simpele manier. De binding is goed. Ik ga een beetje zout gebruiken. Zout en cayenne, by the way. Dat die ook nog een beetje pittig is. Kan ik u ondertussen ook een beetje helpen, hè? Ja, er zitten precies een beetje van die glazige stukjes in die aardbeer. Of is dat maar een idee? Glazige stukjes? Ja. Ik heb er glas bij gegooid. Of nee, maar ken je dat niet? Zeg je dat niet? Glazig? Glazig? Nee. Ah, zo. Ja, zo. Ja, we zeggen het wel, maar voor mij zien ze er goed uit. Oké. Ja, maar het is te beter, hè? Ja, ja. Zo, we gaan die niet te dik snijden. Want we zitten natuurlijk in het half uur programma en dan moet het allemaal binnen het half uur klaar zijn. Ja, liefst wel. Ja, ja, ja. Want ik ben gewoon weg. Hè. Na een half uur dan moet het hier maar oplossen ook. Ja, ja. En de opkuis, het is toch altijd. De opkuis, dat is vanmorgen. Hè. Dat is vanmorgen. Morgen voordat we terug beginnen aan de volgende. Kom jij alleen terug. Ik kom een uurtje vroeger. Gert, kijk eens aan. Voilà. Mag ik dan deze nog meedoen? Of heb ik die voor. Allee, vooruit. Omdat jij het zei. Anders is hier voor niks gestorven, hè? Ja. Een beetje zout, Gert. Is dat dit hier weer? Ik heb dat hier. Oh, top. Kijk het al. Ideaal. Nu, die kaassaus, dat is goed aan het gaan, of wat? Ja, ja, ja. Volgens mij is dat iets als je dat nu lang laat staan? Ik stel domme vragen misschien, maar dat dan begint te schiften terug of zo? Laat het gaan. Die schilletjes, die heb je toch niet weggegooid? Nee, die heb ik hierin bijgehouden. Top. Dat is gewoon arachidoolie. Ja. Een klein beetje melk ga ik bij onze aardbeer doen. Zo. Is dat de kleur? Ja, altijd een beetje. Hè. Aardbeer ziet wit. We gaan dat zo wit houden. Hè. Zo. Voilà, voilà. Dan zou ons arachidoolie, die we net hebben opgezet. Ja. Ja, we gaan die schilletjes zo dadelijk frituren. Eigenlijk. Dus misschien dat je al een bordje kunt plaatsen. Maar hadden we dat dan niet? Of heb je die proper? Nee, doe het maar gewoon zo. Dat komt goed.
plakte dat dan gezand hoor? Nee, nee, Gert doet dat gewoon. Ja, ja, maar ik doe het, hè, maar okay. Ik vraag maar. Dus als hij al een plateautje neemt met papier. Met papier in. Ja, ja, dan, ik snap het volledig. Ja, bereid je al voor. Gert, heb je toevallig een vleesvork voor mij? Dat heb ik. Alleen weet ik niet waar. Wacht, je weet niet waar. Ik heb het, hè. Is het dringend? Ja, dringend niet, maar het zou interessant zijn. Zie eens hier, zeg. Wow. Oh, het is nog een soort design. My design. Moet ik die schelken zien nu? Ja, maar ik weet niet. De thermometer heb je ook, hè. Ja, maar is nu de bedoeling dat je dingen blijft vragen totdat ik iets moet... Ja, ik vind dat plezant. Ja, moet ik altijd in deze schuif zitten. Is het uw keuken, of niet? Het is mijn keuken, maar er zitten hier altijd van die chefs en die... Ja, ik heb zeker een thermometer, maar... Maar ja, ik denk, hè. Gelukkig kunt dat toch zo voelen met je vingers? Ja. Dat komt allemaal goed. Kijk, als dit zo'n beetje begint te dompen, ja, dan mogen we als de kerel nog één of twee. Oeh la la, fantastisch. Kijk eens, probeer er eens eerst eentje. Hè? En haal hem er dan eens uit. Kijk, maar ik denk dat het perfect goed komt. Hè? Even. Joe, dit zit allemaal goed hier. Dan ga ik onze vis eens bakken. Hè? Ik werk tegenwoordig liever met het pincet. Met een pincet. Ja. Ik vind dat chiquer. Een verfijnd man. Ja. Goed, onze vis. Zo. Maar hier, dat is toch verdacht donker ontworpen. Maar dat is nog goed, nee, hè? Nee, dat is perfect, perfect. Ja, dat gaat een hele lekkere smaak geven. Stand 5 zetten. Zo, onze aardbeertjes gaan goed. Dan ga ik onze skrei nemen. Zo, ik heb hier een mooi exemplaartje. We hebben nog 18 minuten, Jan. 18 minuten, zeg. Amai. Dat is eigenlijk... een zee van tijd. Gaat die? Ja, perfect. Hè. Kijk eens. Eens kijken. Dat zout stond bij mij, hè. Ja, dat stond er straks bij mij, maar ik denk dat jij ook zo potten kan essen. Ja? Toch niet. Oh, man. Goed. Heel goed. Allee, dan ga ik er een paar in doen. Hè. Dan vlieg er maar eens in. De grootjes en de kleintjes allemaal samen, maakt niet uit. Nee, maakt niet uit. Goed. Een stukje skrei. Zo. Vlijmscherpe messen hier bij een JamTV. Amai. Ja, pas op hè, dat je niet in je vingertjes snijdt. Hè. Zal ik twee stukjes bakken? Wat gaan we met de rest doen? Het mee terug naar huis nemen. Het staat vanavond op de kaart of wat? Ja. Goed. Ik vind dat het allemaal zo... Wat? Sereen verloopt vandaag. Sereen? Ja. Ja, dat is toch en leuk. Rustig. Dat is toch leuk? Ja. Koken, dat moet plezant zijn, Gert. Ja, maar ja, koken is ook plezant. Soms. Nee, ik denk dat dat voor de meeste mensen is. Zolang dat je iets maakt wat je aan kunt. Ik denk dat veel mensen stress krijgen als ze aan iets beginnen wat ze eigenlijk niet zo goed onder de knie hebben of zo. Het moet altijd plezant blijven, zeg ik altijd. Zo. Ik denk dat er stress komt als je zo volle krijgt, bezoek krijgt en je doet ze voor de eerste keer iets wat je nog nooit gedaan hebt of zo. Ja, dat zou stom zijn. Ja, pas op, dat kan ook ooit leuk zijn, hè? Als je creatief genoeg bent. Ja, maar voor de meeste gewone stervelingen is dat niet leuk. Geloof me. Kijk eens aan. Ons visje is hier al goed aan het bakken. Dit gaat goed. Nu ben ik toch wel eens benieuwd naar ons kaasje. Ik hoop dat zeer erg. Water met kaas. Ik ga er als een keer van proeven. Zal, ja, water met kaas. Ja. Gert. Dat wordt smullen. Ik hoop echt dat ik zo u kan overtuigen. Hè. Jongen toch. Heb je dat al eens gemaakt ooit? Kom. Allee. Want er is toch schuim op van bovenop. Hè? Hup, proeven. Dat is goed, hè? Dat is lekker, hè? Dat is lekker, hè? Wel waterachtig in de zin van... Nee. Nu is dat aan het zwaan. Nee. Als je zegt aan een kaassaus, dan denk je aan een vette, smeuïge, dikke, rekbare brei. Uh-huh. Hè? En dit is van textuur heel waterachtig. Verfijnd. Verfijnd, zoals u. Ja, maar ik bedoel... dunner, lopender. Je komt niet goed in de woord. Ja, het is gewoon goed.
Ja, maar wat ik vooral leuk vind, het is gewoon ook gemakkelijk. Je hebt het gezien, hè? Ja, ja, dat water, is... Bom, bom, klaar. Het is bijna... En je hebt geen bechamelsaus gemaakt. Je hebt geen boter gebruikt. Maar ja, het is wel een saus die minder geschikt is bijvoorbeeld om over een pasta te gieten. Want dan loopt ze er los door, hè? Niet? Ik zou zeggen, als je er nog meer kaas bij doet, hè? Ja, dan wordt ze dikker. Ja, dan wordt ze dikker, hè? Ja, ja. Hoe meer kaas, hoe dikker. Waarom hebben wij het ons jarenlang zo moeilijk gemaakt, Jan? Ja, kijk, dat weet ik ook niet. Het ziet er al schitterend genoeg uit. Of ja, moet ik nog een baksel doen? Nee, heb je nog wat? Hè? Ik heb nog, maar ja. Als het niet moet. Je moet mij niet stand laten bakken. Als nee, 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 dan laat maar. Als je het niet meer wilt doen, dan... Ik wil dat wel, maar... Als het te veel werk is, dan moet ik zeggen. Hè. Het is wel veel werk, dat moet ik wel zeggen. Goed, een teentje look, dat moet er ook ergens liggen. Kijk eens aan, Sam. Voilà. Pas nu op, hier staat een potje vet, hè. Ja. Allee, kokende olie. Zoejoe. Die kaasjus, die ga ik ergens in doen. Die was eigenlijk perfect van smaak, hè. Meer moet je dan niet wijzen. Hè. Maar je kunt dat ook even laten staan, hè, Jan? Ja, maar hier. Het is niet dat dat begint te schiften of zo. Nee, 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 nee. Komt niks aan. Komt niks aan. Ik moet zeggen, echt... Allee, ja, voor mij is dat de ontdekking van de dag. En dat is het eerste wat je geproefd, zeg. Ongelooflijk. Water met kaas. Hoe simpel kan het zijn? Het is ook belangrijk. Dat is goed. Ik zou het zeggen tegen de camera. Ja, maar ook heel nee? Ja, mag. Doe maar. Doe maar. Moet ik het tegen u zeggen? Je mag ook. Nee, zeg het maar tegen de mensen dus thuis. Het is ook heel belangrijk dat je eigenlijk die aardpeertjes dat je af en toe goed roert, zodat ze langs alle kanten goed... oei, dat is hier... Het is hier... ik doe dat gewoon met mijn t-shirt. Vuurwerk van nieuwjaar. De chips zijn zeer geslaagd, wou ik dus zeggen. Dus eigenlijk de kaasjus is al geslaagd, de chips. Ja. Nu de rest nog. Ik zou heel die een bak leeg eten. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat je met de aardbeer goed moet schudden, zodat ze langs alle kanten goed gaar kunnen worden. Zie je, deze die begint al. En dan gaat ze een hele lekkere aardbeer krijgen. En nadien kunnen we ons boter, onze... voilà, dank u. Ja. Kunnen we ook gebruiken voor een beetje bij onze kabeljauw te doen. Het geeft een extra lekkere smaak. Want de aardpeer geeft altijd heel veel smaak af. Ook de jus van deze aardpeer, die gaan we een crème maken, zit heel veel smaak in. Ik ga ook al eens checken of die al gaar zijn. Volgens mij kan dat niet meer lang duren. Ja. Nog heel eventjes. Van die vis. Ik is proef dat die kaas zelfs nog even lekker is als er straks. Hè. Het is wel belangrijk dat we ze straks weer opnieuw gaan opschuimen. Wel. Kijk, ik ga die vis omdraaien. Zo. Kijk dan. En dan ga ik een beetje van onze boter hier gebruiken. La 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 la. Dus en je beweert dat die nu ook al een soort, buiten het feit dat het bijna zit, is ook een aardpeersmaakje heeft. Ja, ja, sowieso. Sowieso. Waardoor er een soort eenheid in het gerecht komt. Ja. Kijk, en nu laat ik die gewoon. Ik zet die gewoon hier aan de kant. En die gaan rustig verder. Ja, als jij dan zo eens heel af en toe, hè, want je hebt niet veel werk. Beetje arroseren. Of je wilt niet veel doen, kun je af en toe eens een keer erover gaan. Hè. Ja. Dat is iets ideaal voor u. Hè. Dat is een van mijn specialiteiten. Ik wist het. Ik wist het. Ik wist het. Ik wist het. Moet ik nog iets doen met het pincet? Want... Met het pincet? Jij werkt graag met een pincet, hè? Nee. Ik vind het chic. Deze mag je al eens een keer een beetje spoelen. Spoelen? Ja. Wat gaan we ermee doen daarna dan? Dan gaan we die slicen, zodat er toch een fris toetje op ons bord zit. Normaal moet kunnen dat dan met zo'n borsteltje nog, maar dat hebben we niet meer. Nee. Nu, ik moet zeggen, ze zijn al redelijk proper. Hè? Sorry? Dat zal redelijk proper zijn van nature. Hè? Dus ik heb er niet zoveel werk aan. Voilà, perfect. Ik kan nog even een beetje tijmolie opzetten. Dat is ook niet zo zeer moeilijk. We hebben nog 10 minuten. Perfect. Ik wil u niet stressen, maar het is leuk dat je zo wat weet van... Hè? Ja, ja. Maar ik ben een rustig man. Oh, ik kan nog eens wat arroseren. Dus ik ga hier een beetje tijmolie maken. Dus ik doe olijfolie in een pan.
Dus heel simpel, doe erbij. Tijm, hè. En dan gaan we dat gewoon rustig een beetje opzetten. En je gaat zien, dat gaat onmiddellijk naar tijm proeven. Ja, en ook een beetje nog steeds naar olijfolie. Hè. Zo. Kijk eens hier, die komt perfect goed. Ideaal. Eens kijken naar onze aardpeertjes. Ja, perfect. Een vergietje, Gert. Ja, heb ik. Een vergietje, Gertje. Voilà. Hier, kijk eens. Wat een exemplaar, jongens. Zeg, de aardpeer is mooi proper. Ja, die is zeer mooi proper. En die gaan we daarna slicen. Ik had ja, dat heb ik liever dat jij dat doet. Hoe? We moeten hebben zo'n mandolineke zoiets. Ja, we moeten nog werken straks, dus misschien dat jij dat toch best doet. Ja, maar... Maar we gaan dat nog niet doen, dat gaan we echt op het einde pas doen. Waarom? Wordt dat bruin? Ja, dat wordt bruin. Dus vergieten. Goed. Met dat vocht van die aardperen, je zou er nog van alles mee kunnen doen. Je zou er soep van kunnen maken, weet ik veel, whatever. Maar dat is voor een andere keer. Ja. Dus dat, hè. Of laten we zetten opzij als ik vanavond echt hier moederziel alleen in mijn keukensje staan en nog een klein hongerje heb. Voilà, bijvoorbeeld. Dan maak ik nog een soepje. Je kunt er ook saus van maken, hè. Whatever. Oeps. Zo, aardpeertjes in de blenders. Gaan ze nog goed? Ja, ik ben ze even zo wat aan het ronddraaien. Hè. Met liefde. Dat is belangrijk, hè? Liefde. Dus en daar is het eigenlijk gewoon dus, de aardpeer. En ja. Van vocht iets van room of af? Oh. Nee. Beetje klein klompje boter. Zo. Beetje olijfolie. Jan, eet je zelf van wat gekookt? Ik let vrij goed op mijn eten eigenlijk. Ik hoop het, want als jij echt veel zou eten en dan zo mager blijft, dat zou gewoon oneerlijk zijn. Ik sport ook heel veel. Dus, wat doe je van sport? Ja, vooral ik jog heel, ik fiets, van alles wat. Een beetje fitness. Misschien kunnen we alles proeven. Dat kan ik. Dat kun je goed, iets hè? Is wat ik kan, dan is het dat, Jan. Is het lekker? Of, kijk, ik heb zo maar iets gedaan. Hè. Ik weet niet. Er mag nog wel het een en het ander bij. Beetje zout. Ja, maar toch niet meer veel. Van hè? Mij, hè. Maar... Beetje zout, klopt. Je hebt groot gelijk. Oh, dat mag van het vuur. Ja. Beetje zout, maar voor de rest is het best oké, hè? Ja, ik vind die aardbeer iets... Eigenlijk best lekker. Een hele natuurlijke aardpeersmaak. Hè? Voilà. Je kunt er eigenlijk met weinig anders vergelijken. Zo heel subtiel, maar toch... Kijk eens aan. Toch lekker. Ik denk dat we er bijna zijn zelfs. Ja, we hebben nog 6 minuten en een half. Dus, 6 minuten dus. Moet dat nu nog even draaien? Ja, ja. Draait hem een volle bak. Hier eens wat proper maken hier, want... Je hebt het weer vuil gemaakt, Jan. Dat is toch... Ikke. Erg, hè. Goed. Is het goed? Ja. Het is goed. Verder zoiets van... Nee, wat leuk is, in de smaak is... die olijfolie ook. Niet te veel, maar zo... Moet erbij. Ja, maar dat maakt wel een groot verschil. Ik denk dat er een goed huwelijk is met die aardpeer ook. Kijk eens aan. Ja. Man, man, man. Dat werd weer feest, hè. Feest.
Laat die gewoon staan. Ja, dat is leuk voor de mensen thuis. Die vinden dat geweldig. Hè? Ja. Nu dat worden bijna tennisballen, hè? Van, moet ik het nog eens arroseren? Ja. Dat vlees worden gestoord, hè? Het vleesvorkje is weer zoek. Wat zoekt u? Het vleesvorkje. Het vleesvorkje. Misschien heb je er zelf ook een. Hè? Kijk, dan maakt u er nog maar eens een vuil. Hè? Ja. Hopla, een tweede. Hè? Voilà. Wat hebben we nu die ene gedaan? Dat is toch... Kijk eens. Perfect. Perfect. Ideaal. En nu kunnen we al beginnen te presenteren. Hè? We zitten hier nog met dit. Hè? Dat is helemaal voor het laatste. Ja, dat is helemaal voor het laatste. En de chips en de saus. Oh. De Bamix. Die ligt hier. Perfect. Jan, dat zijn er 200 mails. En jij moet die allemaal beantwoorden? Ja. Tja. Ik heb hier 600 lepels staan voor te proeven. C4, ik heb het begrepen. Dus nu gaan we ze gewoon een beetje opschuimen eigenlijk. Ja, kijk eens, mooi. Tada. Is dat alleen het schuim dat je gaat gebruiken? Of, Ja, we zullen zien. Ik ben de man van, we zullen wel zien. Oh. Dus we hebben hier ons bordje. Ja. Het is goed zo, gaat ja, het is goed zo. Kijk, oké. Okay. Wacht, zit er nog even hier, want daar is de eindbestemming. Ah, oké, oké, oké. We hebben geen vuur niet meer nodig. Nee, 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 zet maar af. Oké. Okay. Okay. Zullen we hem plat leggen of hoe gaan we het doen? Goh. Dat vind ik altijd het leukste van allemaal. Hè. Presenteren. Hè. Zo. Ja. Voilà. Dan ons visje. Ja. Gewoon zo doen. Toch plat? Ja, waarom niet? Dan hebben we hier onze aardbeertjes. Ik zal er zo eens eentje laten proeven. Daar gaan we niks meer mee doen, of dat is. Ja, dat is klaar. Dat is klaar. Dit is een heel scherp mes. Kijk, hè. Moest wel eens proeven, hè. Ah. Warm, misschien hè? Heb ik toch mijn pincet nog eens nodig. Warm, hè. En? Oei, het duurt lang. Dat is goed of slecht? Heel lekker. Maar ik probeer het thuis te brengen, maar je kunt er eigenlijk met niks vergelijken, hè. Je vraagt er eigenlijk af... Waarom zo'n groente op een gegeven moment vergeten wordt, Jan? Ja, ik vind geen vergeten groente meer. Zo. Wel, dat zou nu wel zo'n klein beetje grof zout verdragen, vind ik. Jawel, maar ik wacht eens even, we zijn nog niet klaar. Mag ik dat doen? Ja, doe maar, doe maar. Net zo. Dan wat dingetjes slicen, hè. Ja, doe jij dat maar. Oké, dan doe ik het. Ja, dat is lekker. Ja. Dat is goed, maar je moet het ook een beetje in het geheel bekijken. Hè? Zorgt voor een crunchje. Kijk. Dus cashew kan nog niet misgaan. Zo. Wat hebben we hier nog allemaal? Chipsjes. Kijk eens. Oh, man, kan toch. Gouwe aardbeer. Oh, ik kan er van alles mee doen, hè. Tup. Missen we nu niet. Misschien een kritiek, hè, Jan? Maar zo'n klein beetje kleur of zo? Nee. Jongen, man, echt waar. Het is toch eenvoud? Dat is toch... Nee, maar dat is zeker. Dat. Weet je wat? Voilà. Kleur, geen probleem. Alle minuut, vriend. Hier, maar dat is toch direct. Ah ja, ik vind dat wel. Misschien is dat wat ouderwets of zo. Radijskers, vers geplukt.
Ah, voilà, nu hebben we kleur. En nog een halve minuut. Dus Jan, hup, hup. Hup, hup, hup. Ja, hup, hup, hup. Kijk. Ja, ik vind dat beter. We hebben onze tijmolie nog, hè. Dat mogen we niet vergeten. Het geeft wel een extra touch. Wauw. Voilà, schuift hem op zijn plaatsje. Oh. Alsjeblieft. Dat is het lijntje van het midden, Jan. Kijk. En nog 8 seconden, ongelooflijk. 7, 6. Kondig het bord af, Jan. Okay. Jij weet wat erop ligt. Ik ben het allemaal al vergeten ondertussen. Scry met een crunch van aardbeer, confijte aardbeer, rauwe aardbeer, jus van kaas met een beetje tijmolie en dan voor de kleur, speciaal voor Gert Verhulst, radijskers. Dank u wel. En met stip de ster van dit gerecht en het meest verrassende toch, de zeer eenvoudige kaassaus waarvan u zou denken het is niet lekker, maar als u het thuis probeert, dan zult u aan de lijve ondervinden dat ze superlekker is. En het recept vindt u terug op njam.tv. Jan, dank je wel voor dit lekkere, lichte gerecht. Alhoewel, we hebben veel boter gebruikt, maar eigenlijk wat er uiteindelijk op het bord komt, is zeer weinig. Dus, samen met de verfijnde cashew, voilà. De waterachtige. Dank je wel, graag tot de volgende keer. En u thuis uiteraard ook graag tot de volgende Garde van Gert. Tot ziens, dag. Bye bye. Oh, oh. Zie je hier, zeg. Dat stukje vis, dat gaan we er toch niet zo laten liggen hier in de pan. Ik ben blij van. Daar moeten we eens even toch eens van proeven. Of misschien nog een bordje maken.